aan tafel zitten. Dat wij er zo passief mee bezig zijn. Ja, ik speel zelf wel wat gitaar. Jij ook, geloof ik, Martin. Maar we zijn geen, een beetje, zeg maar. Maar even weer gericht naar jou, bijvoorbeeld. Je zou leven zonder muziek. Ja, dat is, man, ik zou niet weten hoe dat moet. Nee. Ja. Hey, laten we even naar een volgend nummer gaan luisteren. Track 7 van de CD. No Use in Cry. Ja, ik verwacht het een beetje met een Rolling Stones titel. No Use in Crying van de LP Tattoo. Maar het is No Use Crying. Ja, ja, het is eigenlijk is het van Ray Charles. Ja, klopt. We hebben dat, vroeger hebben we dat al op de plaat gezet. Eigenlijk, toen was het eigenlijk totaal onbekend van Ray Charles. Ja, wat voor periode was dat? Dat je toen destijds eerder. Ik denk 1971, 72 of zoiets. Met Ted. Ja, met Ted en ja. Met Caesar zat er niet meer bij, maar dat was met Johnny Lucien. We hebben dat in Engeland hebben we dat. Met Pete Wingfield op de piano, die ja. Colin Blunstone. Ja. En Mike Vernon was daar de producer. Dat eigenlijk dat vond ik de leukste tijd in Engeland. Want die Engelsen die snappen die muziek gewoon heel erg goed. Ja. We zaten in het spoor van Fleetwood Mac toen door Engeland heen toeren. En dat vond ik de leukste tijd. Maar de onbekendste in Nederland uitgebleven, want we hebben daar weinig publiciteit aan gehad. Ja, Jeff, ik kijk jou even aan. We gaan even naar Living Blues Experience, het volgende nummer. En dan zou je in die tussentijd even naar Willem wil bellen. Telefoonnummer ligt daar, met de track 6 van die CD. En dan komen we straks terug. En dan gaat Nico met zijn kornuiten ook natuurlijk. Marius Bos en de kornuiten en Rode Ruud, de Caron. Nee, kornuiten dus. Want wij spelen normaal in het syndicaat één keer in de maand met alle muziekvrienden. Ja. Elke eerste dinsdag van de maand in het syndicaat in de maand. En met Marius en Rode Ruud ook vaak doen zoveel. Ja. Nou, ik moet zeer zeker eens toch eens langs gekomen. En, ja, je weet dat ik verliefd ben op een fietsie. En dan zeg ik erbij een trektochtje, maar eventueel dan met de trein of met de auto. Goed, we gaan even naar No Use Crying en in de tussentijd gaan we even met Willem bellen. Oké. Okay.